In de korte tijd dat ik nu onderdeel mag zijn van de Stichting Laurenskerk, kan ik zeggen dat ik in een warm bad terecht ben gekomen. Fijne collega's, bijzondere samenwerkingspartners, flexibele vrijwilligers en geweldige vrienden die allemaal de Laurenskerk een warm hart toedragen. Wij gaan u volgend jaar ook weer verrassen, hetzij op 1,5 meter of niet, via livestream of live met onze verrassende programmering. Een mooi 2022 toegewenst. Namens Launus Vokaal wens ik je veel vreugde in 2022. Wij hopen daaraan bij te dragen door onze koormuziek. A special greeting to our listeners from abroad. We know you are listening and we hope you will continue to do so. It gives us great pleasure. Stay connected. De Laurenskerk is een plek van historie, gevuld met verhalen en een podium voor cultuur. De Laurenskerk is bovenal ook een plek waar wij elkaar ontmoeten rond de verhalen van een God die als eerste het licht schiep. Ook in 2022 willen wij in de kerkdiensten ons laten voeden met het visioen van een nieuwe toekomst. En dat willen wij niet alleen als kerk, maar dat willen wij graag met iedereen die zoekt naar zingeving, naar hoop, naar een zegenrijke samenleving. En daarom hoop ik ook voor u dat 2022 een heerlijk jaar zal zijn van ontmoeten, van elkaar zien en met elkaar op pad gaan naar een betere wereld. Dat de Laurenskerk daarin een rol mag spelen als een plek van ontmoeting en elkaar leren kennen. De hervormde gemeente wenst u een gezegend nieuwjaar.
Bij alle onzekerheid van de afgelopen tijd is het vastigheid vinden in het vertrouwde een vanzelfsprekende reactie. Dan is het prettig dat de grote of Sint-Laurenskerk een houvast blijft, een herkenningspunt dat er voorlopig nog wel even staat. Die zekerheid die inspireert ons tot creativiteit. Een creativiteit die ik ons voor de komende tijd allemaal toewens. Het afgelopen jaar heb ik vrij letterlijk mij de benen uit het lijf gerend. Dat gebeurde tijdens de marathon van Rotterdam. En heel veel mensen hebben die actie ook gesteund. En ik wil die mensen dan ook zeer hartelijk bedanken hiervoor. Dit jaar hoop ik dat we met de fondsenwerving voor de restauratie van de Grote Rode Reus weer een stapje dichterbij zullen komen. Maar veel belangrijker nog, ik hoop dat we elkaar volgend jaar op enige wijze weer kunnen treffen hier in de Laurenskerk bij een mooie gelegenheid. Ik wens u dan ook een gezond
en klankrijk 2022 toe.